Dag kijkers, welkom op deze zondag. Ik ben Surina Kapoor voor RTV 48. Vandaag brengen we niet alleen het actuele nieuws, maar duiken we ook in de geschiedenis van 1890 tot 1982. We hebben veel bijzondere video's die we ingekleurd hebben. Maar nu eerst het nieuws. Tractoren overgedragen aan coöperaties in Nikiri. Vandaag heeft president Chan Santoki in Nikiri een belangrijke stap gezet voor de agrarische sector. In aanwezigheid van minister Parmenaan Sodien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft hij de sleutels overhandigd voor 13 nieuwe tractoren aan 7 agro-coöperaties in het district Nikiri. Deze tractoren zullen vooral worden ingezet voor de grondbewerking van rijstvelden. De overheid heeft 25% van de kosten gefinancierd, terwijl de coöperaties de overige 75% zelf hebben gefinancierd met een lening van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, NOVA. De coöperaties hebben elk ongeveer SRD 4 miljoen geleend met een graceperiode van 10 maanden en een rente van 5,5% over 8 seizoenen. Deze tractoren maken deel uit van een groter project dat ook graafmachines en oogstmachines zal omvatten. Onder dezelfde voorwaarden. President Santoki benadrukte dat Suriname over alle ingrediënten beschikt om voedsel voor de wereld te produceren. Met goede weersomstandigheden. Bodemsoorten, kennis en capabele agrarieers. Hij moedigde de jongeren aan om meer kansen te grijpen door zelf ondernemend te zijn en benadrukte het belang van samenwerking om de economie te verbeteren. Minister Soudien gaf aan dat de overdracht van de landbouwmachines het resultaat is van continu overleg en samenwerking. Hij benadrukte dat de sleutel tot succes ligt in samenwerking en transparantie. Ook vroeg hij de coöperaties om een transparant beleid te voeren. Lucia Emanuelson sprak namens de coöperaties haar dank uit aan de regering en benadrukte dat een structurele organisatie binnen de productiesector zorgt voor duurzame ontwikkeling. Clarence Tokromo, bestuurslid van NOVA, merkte op dat werken in coöperatieve band zijn vruchten begint af te werpen en vroeg de regering om extra ondersteuning voor meer boeren. Blijf bij ons voor meer nieuws. Legoanen zijn prachtige dieren met hun unieke uiterlijk en rustige manier van bewegen. Maar wist je dat ze ook hele lieve huisdieren kunnen zijn? Ze zijn slim, je kunt ze trainen en als je goed voor ze zorgt, zijn ze hun baasje heel trouw. Misschien kunnen we hieraan denken als we overwegen om op leguanen te jagen. Vaak worden ze massaal afgeschoten, maar dat is helemaal niet nodig. Eén leguaan per keer als het echt moet is genoeg. Denk na, mensen. Het jachtseizoen op Leguanen is gesloten van 1 september tot en met 31 december. In deze periode is het verboden om op Leguanen te jagen, ze te verhandelen of te verkopen. Laten we de regels respecteren en de Leguanen beschermen, zodat ze niet uitsterven, maar juist kunnen blijven leven in hun natuurlijke omgeving. One in a Million. Een tiener is zaterdagmiddag zwaar gewond geraakt door een blikseminslag tijdens zijn werkzaamheden aan de Puiltof Forumlaan in Suriname. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Op dit moment zijn er nog geen nadere details bekend over zijn gezondheidstoestand. We wensen de jongen veel sterkte en een spoedig herstel. Maar terwijl we hopen op zijn herstel roept dit voorval ook belangrijke vragen op. Waarom was deze tiener in de regen aan het werk? Betrof het een vakantiebaantje of was hij op een andere manier aan het werk? En nog belangrijker, was de jongen via zijn werkgever verzekerd? Als dat niet het geval is, kan de werkgever zich schrap zetten voor de nodige problemen. Werken in dergelijke omstandigheden brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. En als er geen verzekering is afgesloten, kan dit ernstige gevolgen hebben. Hopelijk komt er snel duidelijkheid over de situatie en kunnen we alleen maar hopen dat deze tiener een volledig herstel maakt. Een gewone dag werd plots een nachtmerrie aan de Ramlakanstraat. De stilte van de nacht werd abrupt verbroken toen een bromfietser, SH, plotseling werd aangereden door een groene pick-up. De impact gooide hem tegen een ander voertuig. Voor S.H. leek de tijd stil te staan, terwijl de pijn van de klap door zijn lichaam trok. Maar de horror was nog niet voorbij. Uit het niets keerde de pick-up terug. De bestuurder stapte uit, zijn gezicht verborgen in de schaduw. Zonder waarschuwing trok hij een pistool en loste drie schoten in de lucht. De knallen weergalmden door de straat, een dreigend teken van wat nog kon volgen. Daarna scheurde de bestuurder weg in de richting van de toevluchtweg. Alsof hij op de vlucht was voor zijn eigen demonen. De politie arriveerde snel, vond de drie hulzen en begon hun onderzoek. Een ooggetuige had het kenteken van de pick-up genoteerd. De volgende dag, alsof hij werd achtervolgd door zijn eigen geweten, meldde de bestuurder zich bij de politie. FJ bekende alles, zijn ogen vol angst en spijt. De pick-up en het wapen zijn in beslag genomen, maar de waarheid over wat die nacht werkelijk gebeurde, ligt nu in de handen van de recherche van regio midden. Was het een vergissing, een uit de hand gelopen woedeaanval of schuilt er iets diepers in de schaduw van de nacht? Een simpele aanrijding of de start van een veel duisterder verhaal? Onfortuinlijk ongeluk op Indira Gandhiweg Op zaterdagmiddag beleefde een moeder met haar drie kinderen een zeer ongewenste ervaring aan de Indira Gandhiweg, vlakbij Hilly's Chicken Farm in Suriname. Tijdens een aanrijding tussen twee voertuigen raakten de vier ernstig gewond en werden met de ambulance naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo afgevoerd. Het is nog onduidelijk wat precies de oorzaak van de aanrijding was. De politie heeft het onderzoek in handen genomen en is ter plaatse gegaan om de situatie te onderzoeken. Beide betrokken voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen en zijn inmiddels door een sleepdienst afgevoerd. We hopen oprecht dat de verwondingen van de moeder en haar kinderen meevallen en wensen hen een spoedig herstel. Dit voorval herinnert ons eraan hoe kwetsbaar we zijn in het verkeer en hoe belangrijk het is om altijd voorzichtig te zijn, vooral op drukke wegen. Inbraak bij woning onderwijsminister Henry Orie. Deze week werd de woning van onderwijsminister Henry Orie gelegen in het politieresort Leiding 9A het doelwit van een inbraak. Inspecteur Milton Kensmil van het Korps Politie Suriname heeft het voorval bevestigd aan Waterkant Net. Op dit moment verblijft de minister in het buitenland, waardoor hij niet aanwezig was tijdens de inbraak. Het is nog niet bekend wat er precies is buitgemaakt, aangezien het onderzoek nog gaande is. De politie is onmiddellijk ingeschakeld om de situatie te onderzoeken en eventuele sporen te verzamelen. De inbraak benadrukt de noodzaak van goede beveiligingsmaatregelen, vooral wanneer bewoners niet thuis zijn. We hopen dat de politie snel vooruitgang boekt in het onderzoek en dat de daders snel worden opgespoord. Het is te hopen dat er geen belangrijke documenten of waardevolle bezittingen zijn verdwenen. Kwetsbaarheid voor crimineel geld en financiële integriteit. Suriname blijft een strijd leveren tegen witwassen en de financiering van terrorisme, zoals blijkt uit het tweede National Risk assessment (NRA) rapport Ondanks de vooruitgang blijven sectoren zoals de makelaardij, de goudsector, het casinowezen en de autohandel kwetsbaar voor criminele infiltratie. David Lewis van Kroll AML benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is. Het rapport bevat vertrouwelijke aanbevelingen voor verdere stappen en het is aan de Surinaamse regering om deze serieus te nemen om het land als betrouwbare partner in het internationale financiële systeem te behouden. Roy Bajanath Pandey van het Anti-Money Laundering Programma onderstreept het belang van voortdurende inspanningen om het financiële systeem te beschermen tegen criminele risico's. De oproep is duidelijk. Effectieve maatregelen en versterkte controles zijn essentieel om Suriname veilig te houden. President Santoki belooft concrete oplossingen voor veiligheidsbonden. President Chan Santoki heeft beloofd binnen een week concrete oplossingen te bieden voor de problemen die door de veiligheidsbonden zijn aangekaart. Dit kwam na een bijeenkomst met de vakbonden van het ministerie van Justitie en Politie, die dreigden met harde acties. Tijdens het overleg werden urgente kwesties besproken, zoals koopkrachtversterking, loonsverhoging en de aanschaf van essentiële uitrusting. Santoki heeft zich persoonlijk ingezet om deze problemen aan te pakken en beloofde een verbeterde financiële positie voor de werkende klasse dit jaar. Daarnaast zal een speciaal clusterteam de overige kwesties behandelen. De vakbonden hebben besloten om hun acties tijdelijk op te schorten en verwachten binnenkort concrete resultaten. Het is een test voor de regering om te laten zien dat zij de zorgen van de veiligheidssector serieus neemt en effectief kan reageren op hun behoeften. Boeren. ...reageren op onterecht verwijt van partijdigheid. In Nikkeri voelen boeren zich onterecht beschuldigd van partijdigheid... ...omdat ze wel door president Chandrika Prasad Santoki zijn ontvangen... ...terwijl andere bonden dat niet hebben ervaren. Ashwin Jagmohan Singh, woordvoerder van de boeren... ...legt uit dat zij een officiële uitnodiging van de president hebben ontvangen na een verzoek. De boeren vinden de beschuldigingen onterecht... ...vooral omdat de president een druk schema heeft... En het geen gemakkelijke taak was om een gesprek te regelen. Ze benadrukken dat het verwijt van partijdigheid ongegrond is. En dat zij hun gesprek met de president op een eerlijke manier hebben verkregen. Ondernemers eisen oplossingen voor berovingen in het Lava-gebied. In het Lava-gebied komen regelmatig berovingen voor. Waarbij gemaskeerde rovers, vaak van Braziliaanse afkomst, alles meenemen van de bewoners. Ondernemers in het gebied die zwaar getroffen worden, melden dat deze rovers niet alleen goud stelen, maar ook waardevolle spullen zoals mobiele telefoons en sieraden. Zelfs de kokking wordt onder schot gehouden tijdens de overvallen. De ondernemers klagen over de trage reactie van de politie, die soms weken na een melding arriveert en niet verder het bos ingaat waar de rovers zich verschuilen. Soms krijgen de rovers hulp van lokale bewoners en gebruiken ze boten om te ontsnappen. De ondernemers hebben meerdere keren wapenvergunningen aangevraagd, maar deze nog niet ontvangen. Het inhuren van een beveiligingsbedrijf is voor velen te duur, omdat de kosten vaak in Amerikaanse dollars worden betaald. Ze maken zich zorgen dat de situatie in december, een drukke periode, nog erger zal worden. Ze vragen de overheid om politieagenten in het gebied te stationeren om hun veiligheid te waarborgen. De ondernemers benadrukken dat goudwinning al riskant en zwaar is. En de voortdurende dreiging van overvallen maakt het werk nog moeilijker. Tijdens de berovingen worden ze soms gedwongen plat op de grond te liggen. Terwijl de rovers doorgaan met het goudwinningproces, wat hun angst en frustratie vergroot. Vakantiejobbers leren waardevolle lessen en verdienen hun zakcentjes. Paramaribo. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, heeft recentelijk het programma Vakantiewerkgelegenheid gelanceerd. Dit initiatief biedt schoolgaande jongeren uit diverse districten de kans om gedurende 10 dagen vakantiewerk te verrichten, met de start op maandag 2 september 2024. De jongeren beginnen hun vakantiejob niet zomaar. Voorafgaand aan hun werkzaamheden volgen ze twee dagen sessies over werkethiek. Dit programma, geleid door het Onderdirectoraat Jeugdcentra, richt zich op het aanleren van waarden, normen en gedragingen die essentieel zijn in een professionele werkomgeving. Het thema van de sessies is Ik houd mij aan de 5 P's op de vakantiejob van AWJ, waarbij participatie, presentie, performance, prestatie en problemen centraal staan. Deze begrippen zijn cruciaal voor een succesvolle werkervaring. En helpen jongeren zich goed voor te bereiden op toekomstige professionele uitdagingen. Hoewel vakantiebaantjes erg leuk kunnen zijn en deze lessen waardevol zijn, is het van groot belang om ook de praktische kant van vakantiewerk te overwegen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de jongeren tijdens hun werk in de regen worden blootgesteld aan blikseminslag? Of als ze per ongeluk iets breken of zichzelf verwonden? zijn de jongeren door hun werkgevers verzekerd in geval van zulke calamiteiten. Het is geweldig om jongeren enthousiast aan de slag te zien en hen de kans te geven om zakcentjes te verdienen. Maar het is essentieel dat ze niet onverzekerd aan hun vakantiebaantje beginnen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat er adequate verzekering is voor eventuele ongevallen of schade. Dit zorgt niet alleen voor de veiligheid van de jongeren, maar ook voor gemoedsrust voor alle betrokkenen. Duizend jongeren zullen deelnemen aan dit programma, veelal in theehuizen. De trainers, waaronder Meryl Mays, Maverick Chromasuto, Carol Wilnes en Franklin Boldewijn, zullen hen begeleiden in deze leerzame ervaring. Het is dus belangrijk om niet alleen te focussen op het leren en de werkketiek, maar ook om ervoor te zorgen dat de basisvoorwaarden, zoals verzekering, op orde zijn. Zo kan iedereen met een gerust hart genieten van een productieve en veilige vakantiejob. Cybercriminelen richten zich op bankklanten met phishing aanvallen. Cybercriminelen blijven actief in Suriname, waarbij ze bankklanten doelwit maken van hun frauduleuze activiteiten. Onlangs zijn klanten van de Surinaamse Bank, DSB, benaderd met phishingberichten die lijken te komen van de bank zelf. Deze berichten vragen de ontvangers om op verdachte links te klikken en hun inloggegevens in te voeren. DSB waarschuwt echter dat deze berichten nep zijn, en afkomstig van criminelen die proberen persoonlijke informatie te stelen. Klanten worden aangemoedigd om altijd waakzaam te zijn, geen verdachte links te volgen en direct contact op te nemen met hun bank bij twijfel. Deze waarschuwing komt op het moment dat er een toename is van skimming-incidenten, waarbij gegevens van betaalkaarten worden gekopieerd. Het is van groot belang om alert te blijven en veilige banktransacties te waarborgen. Ontheffing van waarnemend OD Landbouw Regio West. Subhas Raghunath wordt per 1 september 2024 ontheven uit zijn functie als waarnemend onderdirecteur Landbouw Regio West bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. In de brief van minister Parmenant Soudin wordt geen specifieke reden gegeven voor deze beslissing, maar het lijkt te maken te hebben met eerdere onregelmatigheden bij de registratie van landbouwers voor schadecompensatie en kunstmest. Boeren hebben aangifte gedaan bij de politie van Nieuw Nickerie over deze problemen, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de beslissing om Ragunath te ontheffen. Deze situatie benadrukt de noodzaak voor transparantie en efficiëntie binnen de landbouwsector. Bewoners van Marowijne uit de bezorgdheid over schoolverlaters en voorzieningen. In Marowijnen groeit de bezorgdheid onder bewoners over het toenemende aantal jongeren dat vroegtijdig de school verlaat. De bewoners maken zich zorgen over de toekomst van deze jongeren, vooral jongens die vaak op straat hangen en betrokken raken bij drugsgebruik. Ze vragen zich af waarom de autoriteiten niet sneller ingrijpen om deze problematiek aan te pakken voordat het te laat is. Daarnaast klagen bewoners uit Albina over onregelmatigheden in winkelprijzen wat leidt tot verwarring en mogelijk onveilige consumptie van vervallen producten. Ze roepen het ministerie van Economische Zaken op om strengere controles uit te voeren om te zorgen voor eerlijke prijzen en veilige producten. Verder ervaren bewoners problemen met hun water- en stroomvoorzieningen, waarbij regelmatig storingen en vervuild water hen treffen. De bewoners hopen op een snelle oplossing voor deze problemen. En herinneren zich een tijd waarin Albina een aantrekkelijke bestemming was voor toeristen, wat nu niet meer het geval is. President Santoki bezoekt Nikeri voor perceeldocumenten. President Chandrika Persat Santoki heeft vandaag een bezoek aan Nikeri gebracht om perceeldocumenten uit te reiken aan burgers. Deze actie heeft gemengde reacties opgeleverd. Veel inwoners vinden het vreemd dat de president tijd vrijmaakt voor deze ceremonie gezien de huidige problemen in het land. Ze vragen zich af of deze middelen niet beter besteed hadden kunnen worden aan dringender zaken zoals koopkrachtversterking en de uitreiking van Baselkaarten, waarvan veel mensen nog steeds wachten. De vraag reist of dergelijke ceremoniële activiteiten niet op een later tijdstip hadden kunnen plaatsvinden, vooral omdat de president en vice-president middelen gebruiken die wellicht effectiever ingezet zouden kunnen worden voor het oplossen van acute problemen. De burgers hopen dat er meer aandacht komt voor de economische uitdagingen waarmee zij dagelijks worstelen. Inheemse en tribale volken Eisenstopzetting Carbon Credit-overeenkomsten. In een krachtig statement tijdens een recente Grand Cru tu hebben de traditionele gezagdragers van inheemse en tribale volken hun verontrusting uitgesproken over de recente Carbon Credit-overeenkomsten van Suriname. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft een deal gesloten met een internationaal bedrijf. Voor de verkoop van carbon credits, maar dit lijkt te zijn gebeurd zonder de noodzakelijke betrokkenheid van de inheemse gemeenschappen, die de bewakers zijn van de bosgebieden die deze credits vertegenwoordigen. In een gezamenlijke brief aan de regering, ondertekend door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname S, en Campos, samenwerkingsverband van tribale volken in Suriname, eisen de inheemse en tribale volken. Onmiddellijke stopzetting van het carbon credit verkoopproces. Ze dringen aan op een herziening van alle betrokken stappen en componenten, waarbij hun rechten als beheerders en beschermers van de grondgebieden erkend moeten worden. Deze eisen komen te midden van bezorgdheid over een schijnbare discrepantie tussen de carbon credit-overeenkomsten en de realiteit van de bosbouwactiviteiten en kwikbesmettingen in hun gebieden. De traditionele gezagsorganen. Verwijten de regering het ontbreken van naleving van het recht op free, prior and informed consent, FBIC, en de erkenning van hun collectieve eigendomsrechten. Fitz en Campos benadrukken dat de regering internationaal erkende verplichtingen negeert, zoals vastgelegd in het Klimaatverdrag, het Parijsakkoord en vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten. De inheemse volken eisen niet alleen respect voor hun rechten, maar ook dat hun status als rechthebbende erkend wordt in plaats van slechts belanghebbende. Als de regering niet tegemoet komt aan hun eisen, overwegen de organisaties verdere stappen en het inschakelen van internationale organisaties om de manier waarop Suriname de carbonmarkt betreedt aan de kaak te stellen. Ik hoop dat je nog soep over hebt van gisteren, want vandaag ziet het eruit alsof we weer een knussendag krijgen. Met de regen die op komst is, is het een perfect moment om je favoriete soep weer op te warmen. Tot slot, hier is het weerbericht voor vandaag. Op deze eerste septemberdag blijft het grotendeels bewolkt. In de middag kunnen er verspreide onweersbuien optreden, dus houd je paraplu bij de hand en let op het verkeer, want het zicht kan wat minder zijn. De temperatuur blijft hoog en kan oplopen tot ongeveer 32 graden Celsius. De wind is zwak en komt uit het Oost-Zuidoosten. Er is een kans van 60% op regen, dus een natte verrassing kan zeker op je pad komen. In de vroege avond blijft de lucht bewolkt, maar na middernacht zal de bewolking wat verminderen. De temperatuur kan dan dalen tot rond de 25 graden Celsius. Ook dan is de wind zwak uit het Oost-Noordoosten. Blijf lekker warm en veilig en geniet van je soep.